Hallo, dit is Markie2200 weer en vandaag doen we nog een top 10 in de series. Vandaag doen we de top 10 overpowered wapens in Call of Duty Multiplayer History. Dit had ik eigenlijk al een tijdje eerder moeten doen, maar bij deze doe ik het nu. Simpel als dat. Op nummer 10 hebben we de M16A4 van Call of Duty 4. Nou, eigenlijk is het best wel een goede reden waarom de M16 op deze lijst staat. Want dit ding als een accurate 3-round burst met een 2 tot 3 shot kill met stopping power. Dat is al sowieso best wel goed. Maar ja, stopping power was heel veel gebruikt in Call of Duty 4 en dat maakte vele wapens een 2 shot kill. Maar dit ding was altijd een 1 burst kill met stopping power. En de vuursnelheid was 937,5 kills per minuut. Nou, dan kun je wel zien, dat is best wel goed. Verder heeft het ding ook een hele snelle herladingstijd en een hele snelle switchtijd. Op zich, het is een goed wapen met kleine bonuses. En sommige mensen vonden het ding best wel overpowered, maar ik vond het meevallen eigenlijk. Daarom staat hij pas op nummer 10. Dan komend op nummer 9 hebben we een gelijkspel tussen de FAMAS en de AUG van Black Ops. En waarom staan 2 op nummer 9? Dat komt omdat deze zo gelijk zijn dat ik ze beide op nummer 9 heb gezet. En waarom staan deze op nummer 9? Nou, even bedenken. De standaard vuursnelheid in Black Ops was 750 kills per minuut. En de standaard schoten om te doden was ongeveer 3 tot 4. Nou, de standaard schoten om te doden hebben de FAMAS en de AUG van 3 tot 4. Maar ze hebben de hoogste vuursnelheid in-game van 937,5 kills per minuut. Nou, als je gewoon hoge vuursnelheid gecombineerd doet met gemiddelde schade en range, dan kun je al zien dat deze twee beter zijn dan alle andere assault rifles in Black Ops. Natuurlijk hebben ze wat meer recoil, maar alsnog, ze zijn echt haast SMG's van dichtbij. En daarom zijn ze namelijk zo goed. Komend op nummer 8 hebben we de AK-74U met Rapid Fire van Black Ops. Nou, normaal wil ik even zeggen dat dit ding goed is. Niet overpowered, maar goed. Weet je wel, je hebt gewoon 3 tot 5 shot kill, dacht ik. 750 kills per minuut, wat best wel laag was voor submachine guns. Maar met Rapid Fire heeft dit ding 1000 kogels per minuut. Dan zou je denken, ja, het is Rapid Fire. Dat is het doel van Rapid Fire, om hoge vuursnelheid te doen. Ja, maar het doel van Rapid Fire is ook om recoil toe te voegen. En dat doet dat niet bij de AK-74U. Vind je de recoil alsnog te hoog, wat ik best wel raar vind, heb je alsnog de grip. Dat betekent dat je een submachine gun hebt met hoge vuursnelheid, een 3-shot kill en haast geen recoil. Nou, dan snap je al wel waarom het ding best overpowered is. Dan komend op nummer 7 hebben we alle shotguns van Modern Warfare 2. Nee, dat is wel best wel makkelijk om te zeggen. Maar we willen even serieus. Het feit dat shotguns als secondary zijn in Modern Warfare 2 is sowieso al overpowered. Maar als je nou eventjes bedenkt dat shotguns primaries waren in Modern Warfare 2, dan hebben we op nummer 7 de Spaz 12. Nou, natuurlijk, dit ding is geweldig. Je hebt goede schade, goede range, goede crosshairs, goede kogels per minuut. Dit is goed, niet echt overpowered, maar wanneer je een beetje skill, een beetje tactiek combineert met steady aim, stopping power en marathon, dan ben je haast niet te stoppen. Dan kun je gewoon assault rifle, SMG mensen, kun je gewoon gaan uitdagen met een secondary van bruh, come at me. En dit ding is echt zo'n geweldige powerhouse. Het feit dat hij een secondary is, maakt het alsnog geweldig. Meestal wat ik doe met deze Spaz 12, ik pak gewoon mijn Spaz 12, weet je, fuck the primary, nupsakee, pak de Spaz 12. Eigenlijk vind ik het best wel jammer dat shotguns secondaries zijn in Modern Warfare 2. Want ik had wel zo graag gewild dat ik bijvoorbeeld een pistool of een machinepistool kon gebruiken als mijn secondary. En wanneer de shotgun leeg was, kon ik het gaan switchen naar dat ding en klaar. Kijk, het feit dat je dan een assault rifle hebt of een submachine gun, zorgt ervoor dat je niet snel kan switchen naar die wapens. Dus als je even snel bijvoorbeeld iemand van afstand moet gaan doden, dan kan dat eigenlijk niet. Daar heb je even een beetje de tijd voor nodig. Dan zou je denken, de switchtijd is ongeveer minder dan een seconde, maar elke milliseconde telt in Call of Duty Multiplayer. Daarom heb ik graag, meestal wanneer ik een pistool zie, dan pak ik die op in plaats van mijn primary. Want dan kan ik snel gaan switchen naar mijn secondary als dat nodig is. Dat kan nu niet in Modern Warfare 2. Maar in elk geval, ik dwaal een beetje af. De Spaz 12 is geweldig voor de shotgun. Eigenlijk is het de beste shotgun aller tijden. Daarom staat hij ook op nummer 7. Maar ja. Dan komt op nummer 6 hebben we de Pre-Patched Fall OSW met Select Fire van Black Ops 2. Een semi-automatische rifle heeft 3 voordelen en 1 nadeel. De voordelen zijn dat het een goede 2-shot kill is, lange range en lage recoil. Maar de nadeel is natuurlijk dat die semi-automatisch is. Oh ja, daar komt Select Fire en dat maakt het automatisch. Ja, dan heb je 535 kills per minuut en alsnog 2 shot kill, goede range en alsnog heb je best lage recoil.
Eigenlijk heb je dan een M60 van Black Ops met Assault Rifle Performance. Ja, dat kun je wel zien, dat is best wel overpowered. Uiteindelijk kwam er een nerf voor dit ding en dat maakte de 2-shot kill met Select Fire maar 3 meter. Dus dat betekent dat het eigenlijk dit ding best wel useless was na 3 meter met Select Fire. Ik ben best wel blij dat een patch kwam, want voor die patch zag je alleen maar Val met Select Fire gebruiken. Haast alleen maar. Dus daarom ben ik echt blij dat die patch er kwam. Dan komen we tot nummer 5, hebben we de MP40 van World of War op consoles. Dan wil ik even zeggen op consoles, want op PC is het ding een 3-shot kill van erbij zonder stopping power. En op consoles is het een 2-shot kill van erbij zonder stopping power. Op console zit eigenlijk stopping power al bij het wapen in. Dus wat gingen mensen gebruiken? Juggernaut. Dus dan heb je een wapen die sterk is en je hebt een persoon die meer health heeft dan de andere. Ja, dan kun je al zien, dit ding is overpowered. Dan heb je eigenlijk gewoon een submachine gun performance, weet je wel, crosshairs, movements, richttijd met LMG schade. Van afstand was het ding een 4-shot kill, maar alsnog, het is een submachine gun die gebruik je van erbij, 2-shot kill en goede health wanneer je Juggernaut gebruikt. Dat kun je al zien, dat is enorm overpowered. Tot deze dag weet ik nog steeds niet waarom het een 2-shot kill is op console, maar waarom het een 3-shot kill is op PC. Maar ik denk dat er een tikfoutje is gemaakt, of misschien dat mensen denken dat je met een muis beter kan aimen. Ik weet niet, maar met MP40 en je aimen sowieso niet zoveel, want het is een submachine gun. Maar ja, het zij zo, het is tot deze dag nog steeds niet veranderd. Dan komen we tot nummer 4. Hebben we de UMP45 van Modern Warfare 2. Nou, de UMP45 is zonder stopping power altijd een 3-shot kill. Of 2 tot 3 met stopping power. Net zoals de MP40 is de UMP45 een LMG in een submachine gun. Maar de MP40 had LMG schade. De UMP heeft LMG schade en range. Want dat ding is altijd een 3-shot kill van afstand. Dat is enorm overpowered voor een submachine gun. Sommige mensen gingen bijvoorbeeld ook dan de silencer gebruiken en cold-blooded, waarmee je dan niet op de radar zag. En dan had je altijd een 3-shot kill. Je kon gewoon mensen met light machine guns gaan uitdagen op afstand. Natuurlijk had het ding best wel veel recoil en lage vuursnelheid, maar alsnog, een 3-shot kill op een afstand voor een submachine gun, dat is echt enorm overpowered. Daarom staat het ding op nummer 4. Komend op nummer 3 hebben we een tie tussen twee wapens alweer, want ze hebben de beide hebben dezelfde rol. Dit is de Akimbo G18 van Modern Warfare 2 en de Akimbo RMG9 van Modern Warfare 3. Nou, beide hebben dezelfde problemen. In Akimbo spuwen ze meer dan 2000 kogels per minuut uit met kleine crosshairs. Nou, dat kun je al zien. Dat is gewoon een powerhouse met kleine crosshairs. En de dingen zijn secondaries, want het zijn machinepistolen. Dat is toch enorm OP AF. Want bijvoorbeeld, je kunt gewoon mensen met submachine guns uitdagen, je kunt mensen met shotguns gaan uitdagen, je kunt mensen met assault rifles gaan uitdagen. En eigenlijk kun je haast alles wel gaan uitdagen met deze dingen, want deze dingen zijn enorm OP. Eigenlijk met de G18 en met de G18 heeft volgens mij 32 kogels in zijn magazijn en de FMG9 36 kogels in zijn magazijn. Ja, je ging best wel snel door je ammo heen, maar op zich, je had natuurlijk ook scavenger, maar alsnog, deze dingen waren niet te stoppen van dichtbij. Dan komen we tot nummer 2, hebben we een tie tussen drie wapens, want ze zijn haast alle drie hetzelfde. We hebben de pre-patched MSBS van Ghost, de Type 95 van Modern Warfare 3 en eigenlijk ook de M16A4 van Modern Warfare 3. Dan beide hebben hetzelfde probleem. Het zijn drie round burst wapens met een hoge vuursnelheid, goede range en een 2-shot kill van dichtbij. De M16A4 van Call of Duty 4 was een 3-shot kill van erbij zonder stopping power, maar dit ding heeft zijn stopping power al geïntegreerd. Goede range, ongeveer
Na 17 meter ging de tweeshot kill droppen. En ongeveer 30 meter was dat geen one burst kill meer. Het ding heeft 1000 kogels per minuut ongeveer. En dan kun je wel snappen, instakill. Ja, natuurlijk, je hebt nog wel een beetje een soort van flaw dat je 300 burst hebt. Dus eigenlijk moet je de burst gaan raken, zo niet. Kans is klein dat je nog een tweede burst kan raken. Maar alsnog, deze dingen waren enorm krachtig. Een instakill en enorm goed. Eigenlijk het enige nadeel, de enige nadeel waarom de M16 A4 ik eigenlijk niet op deze lijst wilde hebben, is omdat de M16 A4 lagere vuursnelheid heeft dan de andere twee. En de irons van dit ding zijn met de richtkijkers is enorm scheid. Dus daarom ben ik altijd geforceerd om een Rattled Sight te gaan gebruiken. Maar op zich is het ding qua performance nog steeds een 2-shot kill. Van echtbij. En nee, dat is gewoon enorm OP, maar ja. Nou, voordat ik nummer 1 laat horen, wil ik nog wel eventjes een paar andere mensen laten zien die nu in beeld komen. Van wapens die de lijst net niet hebben gehaald, maar ik toch wilde noemen. Hostile UAV incoming. Nou, komend op nummer 1, wat had anders kunnen zijn dan de pre-patched Akimbo Model 1887? Dan moet je bedenken, de Spas 12 die op nummer 7 stond. De Spas 12 had goede schade, goede range, goede crosshairs, goede vuursnelheid en dat was al best wel overpowered. Op de vuursnelheid na was de Model 1887 precies hetzelfde. De Spas 12 schoot 60 kogels per minuut en dat is 1 kogel per seconde. En de Model 1887 schoot 45 kogels per minuut en dat is eigenlijk 2 schoten in elke 3 seconden. Wanneer je de ding Akimbo doet, heb je dubbele kogels per minuut van 90. En natuurlijk was dat enorm overpowered. Dus dan heb je goede range, goede schade en eigenlijk het dubbele kogels per minuut. Wanneer je eigenlijk de ding 2 keer gelijk schoot, dan had je eigenlijk gewoon het dubbele schade van de spastof wat je uitspuwt. En dan had je eigenlijk gewoon van zijn maximale range van ongeveer 20 meter, kon je al een one shot kill krijgen. Dus je kon mensen met assault rifles kon je makkelijk gaan uitdagen. Zelf op range, 20 meter. Dat is toch enorm, dat was enorm OP. Verder was dit ding ook natuurlijk ook enorm leuk om te gaan gebruiken. Want het ding had die flipcock en dat is toch enorm geweldig om te doen. Na een aantal maanden was de range van de Akimbo versie genurfd en eigenlijk iets te veel naar mijn mening. Maar alsnog is de Model 1887 Akimbo een van de leukste wapens om te gebruiken. Nou, dat waren de top 10 meest overpowerde wapens van Call of Duty Multiplayer History. Hopelijk heb je van genoten. Ik heb er zeker van genoten om deze lijst te gaan maken. Was ook al een lange tijd nodig. Maar in elk geval, laat me ook jouw overpowerde wapens weten. Heb ik een aantal gemist? Laat me het weten. In elk geval, laat een like achter. Abonneer, voeg het toe in je favorieten. Dit was Marky2200 en ik spreek jullie later.